De overheid heeft een grote achterstand in het onderhoud van bruggen, zegt minister Riyad Nur Mohammed van Openbare Werken. Er wordt niet gesproken over het onderhoudsprobleem, maar feit is dat er veel werk aan de winkel is, zegt OW-minister. Wat bruggen betreft, ga ik je ook wat zeggen. De achterstand van bruggen is ook heel groot. We praten er weinig over, maar ik heb heel veel opgelost. Maar dan nog is de achterstand heel groot. Dus wat ik heb besloten is om ook een groot programma, een groot financieringsprogramma van bruggen te gaan zoeken. Omdat deze dingen moeten versneld opgelost worden. En dit soort bruggen, Brokkeponden, Marwijn, weg naar Apura, vallen er helemaal onder. En het is niet één brug, het is geen 2 miljoen. Je praat over 50, je praat over tientallen miljoenen US dollars. Dus dat is het besluit, omdat je anders die achterstand niet gaat kunnen inlopen. Hetzelfde geldt voor wegen, hetzelfde geldt voor bruggen, hetzelfde geldt voor ontwatering. De minister stelt dat ondanks de moeilijke financiële situatie in het land, het ministerie op duurzame wijze is begonnen met de aanpak van enkele bruggen. Landelijk moet gewerkt worden aan de aanpak van bruggen en wegen.